kijk naar GV, mijn kanaal. Jullie zien het aan de titel. We gaan weer een nieuwe auto kopen. Alleen ik volg even de regels. En het is rood. En deze auto. Ja, dus we gaan even wachten tot het groen wordt er bijna. En yes. Dus in ieder geval, ja, deze auto. Hoe hebben jullie de vorige draving op mijn video? Niet de vorige video, want ik weet niet of er video's tussen komen. Die ertussen online komen. Maar ik neem ze wel achter elkaar op. Maar misschien ga ik er ergens hier en daar een video tussen proppen. Dan zijn er ook heel veel driving empire video's en na elkaar dat ze online komen. In ieder geval, dus deze auto hebben jullie dus normaal gezien de vorige driving empire video. Dat we dus deze hebben gekocht. Dat is sowieso McLaren. Wacht. McLaren van 2020. 720S Spider. Ik heb ook het dakje even opengezet. Jullie zien het. Het dakje staat open. En met U. Rechtsonder ook. Staat hier. Ik kan gewoon duwen. Maar als ik gewoon... U doe op mijn toetsenbord, die kijken nou eens. Allemaal met mods en scripten. Ja, dus allemaal scripten en andere dingen hebben ze dat kunnen maken. En nog eens kijken. En ook geen glitches of zo, geen dingen die door elkaar gaan. Het is echt nice en goed gemaakt. Hoppa. Het is een beetje koud, hè? Het is herfst hier in de echt in ieder geval. Dus we gaan even het terug toe doen. Ja, want anders. Nee, en ik stap uit en hij doet gewoon verder. Handig. En even te openen. Ik stap erin en ik reel dat ik vooruit naar neer heb. Dus ik vind dat ze eerst moeten. Dat je eerst moet zitten en dan een paar seconden of zo, dat je tampers gaat rijden. Maar ja, nee, dak is open. Voilà, laten we gewoon asociaal even langs het weg van de garage zelf. Domein of privé terrein. Zo hier en we allemaal parkings daartussen zetten we even neer. En dan weet ik, ik hoop dat het nog net goed is, dat we het net kunnen betalen. Anders gaan we toch even nog eens een andere McLaren auto. Ja, nu gaan we een Audi kopen voor de duidelijkheid. We hebben ooit een McLaren gehad, dat was die oranje. En daar heb ik een opname ongeveer een uur over gedaan. Omdat we af en toe races moesten doen, en weet ik wat allemaal. Om dan de upgrades te kunnen betalen. Ik hoop dat dit keer niet zo het geval is, dat we gewoon kort mogen houden. Maar ook nog wel dat jullie een video hebben en niet 1 minuut of zo. Ik probeer altijd, want omdat ik nu toch een editor heb, misschien ben ik er zelfs 2, maar dat zien we dan wel. Ja, dan kan je wel de video's wat langer maken, maar ja, ze moeten ook niet wat jullie gewend zijn van die serie of zo. Die moeten ook niet overdreven lang zijn of zo. Hoe ga ik dat volkrijgen? Ik moet gewoon doen wat bij die serie hoort en wat in die video moet. Dat doe ik gewoon en dan eindig ik die video af, snap je? Maar sommige series, daarom kan je nieuwe series bedenken en maken. Om dan weer lang, langer en die langer kunnen zijn. En, daarom, als ik geen editor had, kon ik niet nieuwe series maken. Had ik ook geen tijd zelfs om nieuwe series te bedenken. Want ik kon bezig blijven met de series die ik nu al had. Waar ik dan vroeger tijd voor had om even zo wat ideeën te bedenken wat erin moet. En hoe de bedoeling of wat doel van de serie en wat erin moet. Dus. Toen heb ik dat gedaan, maar nu heb ik er echt geen tijd meer voor. Niemand toch op het nader op school zitten, dat heeft er weinig mee te maken, maar zelfs gewoon omdat ik betere kwaliteit wilde dan ik zelf nog moest editen, de idee moest nog bedenken, de video moest maken, opnemen. Nu met wat ik nu allemaal, hoe mijn kwaliteit van een vergelijking met een jaar of misschien 2 jaar geleden, hoe de kwaliteit niet in de zin van beeldkwaliteit, onder andere ook, maar ook gewoon de kwaliteit van het concept en de rendering en het idee en kwaliteit van audio, van beeld. En dat kost ook veel geheugen. En daardoor duurt het ook langer als de video af is. En dan ook gewoon de kwaliteit van tot het goed in elkaar zit. Tot het een uur is en tot je er maar 10 minuten ziet. Dat zou makkelijk kunnen. Nu ga ik proberen wel zo lang mogelijk te doen. Snap je? Dus achter de schermen kost eigenlijk ook heel veel kwaliteit gericht. En snap je? Zou ik ook even kort aan jullie uitleggen en even kort zeggen. Dat er veel meer achter zit. Achter een YouTube video dan wat jullie eigenlijk op beeld zien. Er zit veel meer achter, dus geloof mij. Dus dat kreeg ik zelfs niet meer gered. En ik wou ook de kwaliteit behouden. Ik kon wel gewoon crappy dingen leveren. Maar zo zit ik niet aan elkaar, dus dat ga ik ook niet doen. Dus crappy is gewoon slechte dingen. En de zin van,
En van, ja, dat jullie echt denken van waar kijk ik naar, wat ben ik aan het zien, snap je? Dus daar wil ik verbeteren. En dat wil ik ook behouden. Dus daarom heb ik per se een editor nodig die ik nu ondertussen heb. En anders krijg ik dan nooit gered. En nu kan ik nieuwe series doen, dan heb ik zelfs dat plek voor meer uploaden. En wat ik niet doe, ik had zelfs vroeger moeten zeggen, misschien een maand voordat ik een editor had aangenomen. Dat ik misschien moeten zeggen, en maar ja, sorry, jullie gaan me één keer per maand een video moeten zien. Of misschien zelfs één keer per jaar. Was zelfs bijna, misschien moet er een beslissing worden. En dat wil ik ook niet aan, want dan stijg ik niet meer en dan kan ik niet ooit bekend worden. Dus. En geld verdienen erop. Dus dat is mijn verhaal en dan weet je dat. Maar nu verder terug naar de driving bij de video. En dan gaan we dus bij de audio's kijken. En dan gaan we de drie video's geleden, want dus de derde, dat, niet de vorige, maar die daarvoor. Heb ik al gezegd, misschien de vorige ook wel eens. Dat ik die ooit nog wil kopen. En vandaag is het moment. We hebben toch 850.000. Kost 196.000. Ik hoop dat de upgrade, wat ik al zei, dat het net gaat toekomen. Want je denkt, oh, je hebt 850.000. Kost 196.000. Dus dan heb je nog. Pak 200.000, dan heb je nog. 650.000 over. Maar dat gaat snel met de upgrades. Geloof mij, dat gaat snel met de upgrades. Dus laten we die gewoon naar de grey houden. Ik vind dat wel een chique cool. Naar de kleur. Dus gaan we weer. Standaard fabriek. Gaan we pakken. Van de 22. There freaking go. Hij is gekocht. En dan gaan we eruit. Hoppa. En dan gaan we spannen. En dan gaan we pimpen. En dan gaan we weer een beetje laggy. Nee, want juist heb ik net voordat ik de drie video's die ik nu vandaag heb opgenomen van Drive Empire, daarvoor was ik niet eens aan het opnemen, toen crashte letterlijk mijn PC. Opeens gewoon een blauw scherm met error en complete, iets van wat een laden was. Hij ging zelf opnieuw opstarten, weet ik het. Dus dat was een beetje raar, een beetje weird. Maar ik hoop dat dat niet tijdens de opname gebeurt, want dan kan ik er wel achter plakken op zich. Maar het is wel vervelend, want het is nog redelijk nieuw, die computer, tot die al crasht en alles. Ja, tot die gewoon crasht. Ja, als ik gewoon even aan het spelen ben, dan staan een opname doen. Dit trekt wel traag op, maar dat maakt niet uit, hè, want we hebben wel een auto waar we mee racen doen, en waar we mee weg kunnen toeren en like deze. En waar we mee echt kunnen gas geven. Nee, we zijn gas geven. Dus die, dus deze is dan nog wel zo goed. Blijf een Audi, ik heb een Audi dek. Ik heb een ribberekening. Ik wil nu even voor ons rijden, maar ribberekening. Dat die, ja, ons 16.000. Als je gewoon even dit even om cash of met de mangen betaalt, je bent nog rijk genoeg. Ja, dan is het echt gewoon ziek als je dat kunt. In het spel doe ik ook zo'n beetje, maar. Ik denk wel. Hoppa. En dan ga ja, als je een elektrische hoor je waarschijnlijk wel. Maar we gaan hem zetten. Dan. There you go. En dan gaan we hem hier ergens kwijt krijgen. Ja, dat is dan. Laat maar 4 zetten. Hoppa. Oeh, wat een puttel. Nice, man. Even, bro. Zonder, ja, wel bikes hoor ik, maar nog zonder die niet, nee, die turbo, ja, want de turbo is altijd nice. Oké, doen we dit en dan doen we even pinker kijken. Ja, die slides zo is nice. En voor ook. Nee, voor die denk ik. Oké, dan weten we dat. Mogen we even testen. Even snel tussendoor. Oké, laten we pimpen. Zo. En dan gaan we engine. Die is al heel prettig. Ja, ik weet niet zo goed te komen. Ja, dat is ook, dit is de quad turbo, dan maak je altijd zo'n geluid, hè, weet je wel. Zo, hond, dat idee.
Maar misschien net. Ik denk het wel op zich. We gaan net toekomen. Hij moet een beetje geld hebben uiteraard om nog wat te leven. Om boterhammetjes te kopen. En om drinken te kopen. Dus dat moeten we wel hebben. Dat is niet een spel, I know. Maar een beetje roleplay gedacht. Dus die hebben we gedaan. Die hebben we ook gedaan. Even nog snel naar checken. Dus, al bedrijf staat er niet op. We hebben nog wel wat geld. Oké, dan hebben we dit hier gedaan. En dan kunnen we hier ook gaan. Oh, een beetje trippy. V10 staat erop. Oeh, V10 motor ligt erin. Dat is nice. Paint. Laten we hem zo houden. De stock options ziet. Oké, jongen. Gaan we dat doen? Wat is het verschil? Hetzelfde ding, hè? Moeten we dat niet doen, hè? Zo, oké. Wat is het doen? Ja, goed zo. Hoppa. En de dat, ja, dat gaan we wel doen, vind ik. Hoppa. Ribbelberekening. Laten we die dan misschien geel doen, zoiets. Ja. Doe we 50. En dan doen we hier. Wat? 100. En dan doen we hier 60. Zoiets. Ja, oké. Okay. Nice, there you go, hoppa. Oeh, is nice, hè? Ja. Interieur, hoppa. En doen we dit misschien. Ik ga op de wit. Blauw. Groen misschien. Ja. Nee, dat wil naar de coolers. Nee, je kunt niks meer doen. Ja, waarom moet je een andere plaat proberen als je er alleen hebt? I mean, dat is gewoon wat geldverspilling. Als je de prijs in extra dag veel dan hier 5000 euro voor een andere plaat. Nee, dat gaan we dus even niet doen. Deel nu op ze dus ook goed. I mean, ja. Zo, moeten we niet doen. Ah ja, hier gaan we nog even naartoe. Die misschien. Welke gaan we doen? Misschien die. Welke doen? Nee, gewoon Audi zelf. Ik vind wel Audi velgen moeten wel. Ja, er zit de Audi logo ook op, dus. Deze niet. Laten we die misschien. Nu deze maar, YOLO, en lul, en lul, papa. Zoiets, ja, kan ook. Hmm.
150. Ja, doen we rood. Ja, dat vind ik ook wel cool op zich. Ja, doe dit. Nice, nice. En de audio logo, dat wil ik ook wel. Dus. Oh, there you go, headlights. En dan doen we die. Awesome. Doen we deze blauw. Ja. Dat is nice. En dan de remblokjes nog. En zelfs de dag ook even testen van deze auto. Ik dacht me net, dit is een spider versie, dus die heeft dan ook zo dak dat open kan. Doen we dit geel anders, ja. Remblokjes geel bij deze, vind ik nog wel eigenlijk cool. Ik heb wel eens gedaan dan. Aha. Ja, dat boeit niet. Hè. Dat weet iets moeten doen. Schelfspulling eigenlijk mee hebben. Ja, boeiend. Dat hebben we toch waarschijnlijk. Nee, zo. Zo. En dan hebben we alles gevonden. Oh, kijk hier, de lampen. Heb je gezien? Zo even uit, dan moet je onder de lampen kijken, zo die is witte strook. Dat is echt audio. Ik merk. Echt audio is dat ook. Dan heeft hij hier zo. Ja, dan gaat dat zo aan. Is dat voor ook? Oké, nice, nice. Allemaal met scripten gemaakt, ja, dat is gewoon niet zo. Dan moet je zo rijden de snelweg met 500 per uur en dan valt die plaat hier af als het zo lang even boven ligt. Nou, oké, nu gaan we zo, nu vangen we wel veel wind en als je achteruit rijdt misschien. Oeh, het rijdt op. Even terugslaan, schakelen, even flippen. Rood is het doen, geen fles wel bij je doet. Ja, in de ochtend weer even hier. Even een paar keer vanaf bent u onderweg. Zo gepakt. Weer een flash. Hier wordt er van die stappen aan. En we gaan. Weer een flash. En dan gaan we terug naar de garage. Ik ga naar de dealer even. Nou, daar even moet je afsluiten. Nee. Dus laat je draait en begint het remmen te laten weer. Hoppa. En dan hebben we dus mijn nieuwe Audi R8 Spider. Kijken naar Audi R8 Spider. Nice, nice. Want je hebt Audi TT, die lijkt een beetje op de R8. Hij heet de R8, is veel zieker, veel duurder en veel bruter eigenlijk getrouwd. Dat ook, en het prijsje is ook anders, dat is ook veel duurder. Dit is de goedkope variant van de R8. Maar de R8 is veel cooler. Ja. Ja, maar dit is ook duurder. Nu wordt je mooi.
zomer. Dan kun je bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond en like. En nu even meer hier beneden hebt gedaan. Kom nu in beeld. Dan ben je er 81,6% niet abonneer. Bij je even klik dan alsjeblieft op de rode knopje. Maak die reis. En zorg dat je abonneer bent. En zie ik je nogmaals. Hopelijk krijg je terug bij de volgende video. Dus begin van de video. Heb je nou dat gedaan? Dan zul je weten waarom er hier en daar weinig video's online komen. Bijvoorbeeld aan de kant geen video's online komen. Ja, wij, of gewoon like de schooluren, dergelijke. Schooltijden. Schooldagen eigenlijk. Video's online komen gewoon. Ja, dat heeft zijn reden. Nou, dat doen we dan. Bedankt. Oké, hoop je het leuk vond. Like weer van meer. En dan zie ik ook graag terug bij de volgende video. Zou alles in de gaten hebben, ik kom er meer verder shit dan meer leukere dingen. Meer kwaliteit, meer content. En ik ben achter het schermen met van alles bezig. Dus hou jullie kanaal zeker in de gaten. Binnenkort komen er bangers van video's, dat weet je niet. Dus dat weet je dat. Oké, en tot de volgende. Laat hem even voor meer nogmaals en zeg ze altijd. Later.